Dit is een oefening voor de diepe buikspieren. Deze oefening is belangrijk omdat de diepe buikspieren zorgen voor de stabiliteit van de lage rug. Deze oefening bestaat uit 4 varianten waarvan je ze niet allemaal hoeft te doen. Maar kijk welke variant van de 4 bij jou het best uit te voeren is. Je gaat liggen op je rug. Je hebt je voeten en knieën op heupbreedte. Je vingers zitten aan de binnenkant van het bottige uitsteeksel van het bekken. Het is niet de bedoeling dat je de vingers erin drukt, maar je laat ze rustig erop liggen. Je trekt je navel in en voelt dat de diepe buikspieren tegen de vinger aankomen. Het is hierin niet de bedoeling dat je de vingers eruit drukt, maar als je het druk voelt, is dat voldoende. Variant 1 is dat je navel intrekt en door blijft ademen door je buik. Na 10 seconden aan te hebben gespannen, laat je hem weer los. En dit herhaal je 10 keer 10 seconden met 10 seconden rustpauze. Dus je spant hem 10 keer 10 seconden aan. Na elke aanspanning 10 seconden rust. De tweede variant is dat je de navel intrekt, blijft ademen door je buik en je probeert één been te strekken ongeveer 10 centimeter boven de ondergrond. Na 10 seconden breng je het been terug en daarna laat je je navel pas los. Dat kan je doen 5 keer voor de linkerkant en 5 keer voor de rechterkant. De derde variant is dat je je navel intrekt en je maakt een bruggetje. Blijf ademen door je buik terwijl je navel ingetrokken houdt. En na 10 seconden zak je weer rustig terug en laat je je navel los. Een eventuele vierde variant zou kunnen zijn: je trekt je navel in. Blijf ademen door je buik, maakt een bruggetje, probeert je been te strekken. Na 10 seconden breng je het been weer terug, gaat weer zakken en pas dan laat je hem weer los. Uiteraard kan je dit ook weer eerst voor de linkerkant doen, daarna de rechterkant, tot je beide kanten afgewisseld hebt. En 5 keer links heb gehad en 5 keer rechts.